Technisch manager Teun Jacobs, jullie hebben 14 aflopende contracten. Ja, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Van wie gaan jullie definitief afscheid nemen na dit seizoen? Ja, Martijn, wij gaan, ik wil hem graag omdraaien. Dat is makkelijker om daarmee te beginnen. Met wie gaan wij komend seizoen door? Nou, zoals jij van de week al hebt gehoord en ook naar buiten toe gecommuniceerd, gaan we met Bram van Vlerken gaan we door. Die heeft in 2 jaar een nieuwe aanbieding van ons gekregen en daar zijn we rond mee gekomen. Wij gaan ook door met Anis Anag. Die heeft ook een 2-jarige aanbieding gekregen en daar zijn we ook rond mee gekomen. En we hebben James F. Morfidis een voorstel gedaan en die heeft dat in beraad. Dat zijn de 3 spelers met wie we definitief, 2 doorgaan en 1 in aanbieding hebben gedaan. En als we dan gaan kijken naar de andere spelers, de andere 11 spelers waar je net naar vroeg, dan zijn op dit moment Tim Reserveur en Ruud Boymans zijn 2 jongens die terugkomen van zware blessures. En Ruud al langer in de opstarttraining of in de eigenlijk optrainfase zit. Die jongens hebben we aangegeven dat ze nu ook geen nieuwe aanbieding krijgen. Maar daar gaan we wel naar kijken richting de zomer, richting de voorbereiding, hoe die dan er ook uit komt te zien. Want dat is nu ook natuurlijk koffiedik kijken. Daar gaan we wel, houden we een vinger aan de pols om te kijken hoe die jongens fysiek herstellen. En alle overige spelers, daarvan hebben we daarvan heb ik met ze besproken dat het contract niet verlengd gaat worden. Dus mogen we wel stellen dat de bezem door de selectie gaat. 9 spelers maar liefst de deur gewezen. Nou, aan 9 spelers heb ik persoonlijk, want dat was mijn wens, om persoonlijk iedereen te bezoeken. Uiteraard rekening houden met de afstand en met de hygiëne en met alles wat daarbij komt kijken. Heb ik ze uitgelegd waarom wij ze niet in de overeenkomst gaan bieden. Ja, als we dan eventjes gewoon per linie bekijken. 2 doelmannen gaan dus weg, Platel en Kortsmit. En dan ga je gewoon volgend jaar met 3 man werken. Dat zijn de mannen Smits, Ariel Etemari en de jonge Stijn Keller. Ja, die 3 jongens hebben alle 3 een doorlopend contract. Timo liep uit zijn contract en daar hebben we aangegeven dat hij op zoek mag naar een nieuwe club. En met Roy hebben we destijds al afgesproken in januari van goh, Roy komt ons een half jaar helpen. Omdat we natuurlijk met blessures zaten. Wij gaan Roy een half jaar helpen om hem fit te maken. Zodat hij uiteindelijk weer na dit seizoen een volgende stap kan maken. Die afspraak loopt nog steeds. Dus daar, dat is de situatie rondom de keepers. Ja, dan kijken we naar de verdedigingslinie. Afscheid wordt genomen van Nicky van Hilten en 2 centrale verdedigers. Juderik Poepen en Bart Meijers en Dico Koppers. Dan zal dat waarschijnlijk geen verrassing zijn dat er afscheid genomen wordt van Dico Koppers en Juderik Poepen, omdat die echt nauwelijks gespeeld hebben. Nou ja, dat klopt. Die jongens hebben, Dico heeft wel wat wedstrijden in het begin van het seizoen nog gespeeld. Juderik heeft helemaal geen wedstrijden gespeeld, dit jaar niet. Vorig jaar ook niet, hè. Dus heel weinig minuten gemaakt. Dus die 2 jongens, die stromen uit. Ja, Poepen is ook de enige speler die jij niet live zeg maar, het slecht nieuws hebt kunnen meedelen. Ja, dat klopt. En dat is niet omdat ik dat niet wilde of omdat Juderik dat niet wilde. Maar dat had puur mee te maken dat Juderik in België woont. Nu bij zijn ouders thuis zit. En in België zijn ze iets strenger op dit moment dan in Nederland. En hebben ze andere regels. Dus ik kon niet België in en hij kon niet België uit. Ja. Kijken we even naar het middenveld. Tim Reserveur dus eigenlijk in de wacht. De deur staat nog op een kier voor Tim Reserveur, de aanvoerder. Meest opvallende naam die weg moet is misschien wel Juri Loen. Vrije trappenspecialist, een man die voorop ging in de strijd. Veel heeft gespeeld, belangrijk was voor Almere City FC. Waarom gaan jullie afscheid nemen van Juri Loen? Nou, de reden is eigenlijk los van Juri, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel spelers nu, is dat we denken dat we betere spelers kunnen halen dan de spelers die we hebben in onze brandende ambitie om naar de Eredivisie te gaan. Helemaal nu in deze periode, met in het coronatijdperk, als ik het zo heel even mag noemen, zijn er heel veel clubs onzeker in het verlengen van spelers. Er komen heel veel interessante spelers op de markt, zowel jong talent, maar ze zeker ook spelers met Eredivisieervaring. Laat dat nou net het ontbreken de puzzelstukje zijn in mijn beleving die we dit jaar te weinig hebben gehad, echte eredivisie ervaring. Dus dat is nu een uitgelezen moment om daar op in te kopen komend seizoen. Ja, gaan we ook nog heel even voorin kijken. Ernis Anag, die mag jij ook wel middenvelder noemen, maar ook wel aanvaller, die wordt dus verlengd. Ja. James F. Morfidis, die heeft al heel lang geleden een nieuwe aanbieding gehad, maar die laat jullie wachten. Ja, we hebben James een aanbieding gedaan en het is aan James om nu een antwoord te geven. En daar wachten we op. Ja. Wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Het kan ja en nee zijn. Ja. Wanneer wil je uitsluitsel hebben? Nou ja, daar komt vanzelf een keer een moment dat hij uitsluitsel moet geven. Ja.
En dan wordt er ook afscheid genomen van Torino Hunte, de man die door Maaskant werd gehaald. Destijds werd hij gepresenteerd alsof hij eigenlijk te goed was voor Almere City FC. Ja. Maar jullie nemen wel afscheid van hem, hè? Verklaar dat eens. Nou ja, ik ben niet erbij geweest toen hij werd gehaald, dat er werd gezegd dat hij eigenlijk te goed is voor Almere City. Hè? Dus dat zijn jouw woorden die jij destijds blijkbaar vanuit Robert Maaskant hebt meegekregen. Maar nou, Torino, zoals jij zelf hebt kunnen zien, heeft hij niet altijd basis gespeeld. Later meer niet dan basis dan wel. En ook daarvoor denken we dat we betere spelers kunnen halen op die positie. Ja. Wanneer ga je de eerste nieuwe grote aankopen presenteren? Op het moment dat daar de handtekeningen op papier staan. Ja. Heb je al akkoorden met spelers gesloten? Nee, want anders had je het niet wel gehoord. Ja, oké. Okay. Kijken we ook nog eventjes naar dan dat elftal wat gevormd gaat worden. Brandende ambitie, spelers met eredivisieervaring. Wat moet dat voor een elftal worden? Moet dat misschien wel een elftal gaan worden dat gewoon voor het kampioenschap gaat dan? Nou ja, jij kent de ambitie van de club en je kent het meerjarenplan, waarin staat dat komend jaar het jaar 5 is van het meerjarenplan. En dat betekent dat komend jaar het jaar moet zijn dat we een gooi gaan doen naar promotie, direct al dan niet via de play-offs. Dus ja, daar gaat een elftal komen staan wat aan die doelstelling moet kunnen voldoen. Ja. Als laatste nog heel even het jongteam. Afgelopen seizoen acterend in de derde divisie. Nou, het amateurvoetbal is er helemaal uit. Gaat de streep door het seizoen. Wat gaat er nou met het jongteam gebeuren? Nou ja, zoals je terecht zegt, er gaat de streep door het seizoen. Die vraag hebben wij ook bij de KNVB neergelegd. Hoe zit dat nu? Hè? Want de regels waren natuurlijk dat er 2 jongteams van de 4 die nu in de huidige tweede en derde divisie spelen door konden. Die vraag hebben wij specifiek bij de KNVB neergelegd. En daar wachten wij nu heel even op het antwoord. Dat wisten ze niet, daar hadden ze niet over nagedacht. Dus daar gaat een nieuwe meeting voor komen met de KNVB samen om te kijken wat daaruit gaat komen. Ja, want je wilde in eerste instantie misschien alleen een onder de 21 team gaan formeren, toch? Ja, wij gaan sowieso een onder 21 team formeren. Dus het elftal wat we nu samenstellen heeft de leeftijd onder 21. Mocht het zo zijn dat we de keus straks hebben om toch in de derde divisie te kunnen spelen, ja, dan is het aan ons als club om te kijken van willen we dan in de derde divisie spelen. Nou, dat hebben we altijd uitgesproken dat we dat willen. Maar dat zullen we dan doen met het team wat we nu aan het formeren zijn, al voorbereidend op de 21. Dus we zullen niet een onder 23 en een onder 21 team krijgen. Maar we zullen dan met het huidige team waar we nu aan het tekenen zijn, waar we nu met de spelers over in gesprek zijn, die zullen dan in de onder 23 of in de onder 21 gaan spelen. Stel, er komt geen onder de 23 team. Het zijn er een aantal spelers, bijvoorbeeld een Jelle Gooseling, die niet in het team van onder de 21 kan fungeren. Ja. Wat ga je dan met dat soort spelers doen? Of blijft hij gewoon dan lid van de eerste selectie? Nou ja, dat zijn spelers die dan, die situatie gaan we dan bekijken. We kijken dan ook hoe de grootte van de selectie is. En op dat moment gaan we kijken wat voor de speler het beste is. Of knokken voor je plek in het eerste. Wat ook nog altijd kan is een tijdelijke verhuur naar een andere club om daar minuten te maken. Dus dat gaan we terzijner tijd met zowel de speler als met de staf bespreken hoe we dat zo ideaal kunnen maken voor ons, maar ook voor de speler.